Yes, ik heb zojuist een fotoprint gekocht van Joris Kalma. En hij vroeg me om daar iets over te vertellen. En het betreft een foto van Rakim, de rapper uit New York. Voor de mensen die hem niet kennen, Rakim wordt gezien als de god van de rappers. Of eigenlijk de god van de MC's, dus de God MC. Eigenlijk een van de meest invloedrijke lyricists. Dus geniale tekstmensen in hiphop. En ik heb vorig jaar een masterclass gedaan met Rakim. Zeg maar een soort diepte interview, een paar uur lang, over zijn hele carrière. En ja, dat was heel tof, was een hele eer om te doen. En die foto die Joris Kalma gemaakt heeft is zo bijzonder voor mij, omdat het was echt een hele toffe ervaring. En je ziet op die foto zie je ook echt dat Rakim geconcentreerd luistert. Microfoon in zijn hand en ik ben met hem aan het praten. En dat is voor een liefhebber, een fan en een hip-hop connoisseur zoals ik, is dat gewoon heel tof om te zien dat iemand die zoveel invloed heeft gehad, dat die aandachtig luistert terwijl je in gesprek bent over muziek en het leven en nog veel meer dingen. Dus dat heeft hij goed gevangen, dat moment. Vond ik heel mooi. En dat is het eigenlijk. Dus Joris heeft echt een bijzonder moment goed vastgelegd. En het is speciaal, want kijk, je gaat vaak op de foto met iemand, dat je gewoon naast elkaar staat van even een foto met iemand maken. En in dit geval was het echt de interactie en dat gewoon Rakim, de God MC, aandachtig luistert. Dat is gewoon een heel mooi moment. Je ziet gewoon de intensiteit en je ziet bijna de liefde voor het gesprek en de liefde voor... Het druipt er gewoon af. Gewoon de intensiteit druipt er vanaf en de betrokkenheid en engagement gewoon van het moment. Het was gewoon heel ongedwongen, maar wel heel serieus. One of our biggest MC's out here in this country. He's actually standing over there. You just met him, Brain Power. Brain Power. We had a nice little talk, no doubt. And good when, you know, somebody come up to you and say, yo, it's because of you that I write rhymes. And I mean, that's one of the things I was speaking on earlier. You really have no idea how much it's going to impact people, but you want to make an impact. You know what I mean? Het moment dat ik wist wat mijn roeping was, om MC te zijn, om muzikant te zijn, om ja, dat ik voelde in mijn hart dat dat is wat ik was. Dat was het moment dat ik Move the Crowd hoorde van Eric B. en Rakim. En er zijn meerdere momenten geweest waarop ik me aangetrokken voelde tot hip-hop en muziek maken en rappen en tekst schrijven. Er zijn meerdere momenten, weet je wel. Run DMC horen, Rocksteady Crew, op allerlei verschillende manieren. Maar echt een soort heel helder moment dat ik voelde wat mijn roeping was. He, om het publiek te bewegen, om mensen te motiveren en te inspireren. Dat was toen ik Move the Crowd hoorde van Eric B. en Rakim. Dus als je dan ruim 20 jaar later met iemand zit die je zo beïnvloedt en je kan ook dat uiten en zeggen en diegene is daar ook heel erg, zeg maar, gek genoeg dankbaar voor. Of nou ja, gek genoeg, dat is natuurlijk... Kijk, uiteindelijk gaat... Weet je, je hebt natuurlijk veel te maken met de muziekindustrie en zo, maar uiteindelijk gaat het om motiveren en inspireren. En wat zaaien om te oogsten. Wat je zaait is wat je oogst. En dus elkaar inspireren is gewoon heel mooi. En als, ja, er zijn dus van die zeldzame momenten dat een artiest die jou geïnspireerd heeft, laat blijken dat voor hem nu inspiratie is, dat hij dat toen heeft teweeggebracht. Dat is gewoon vet. Dus nou, het was gewoon een mooi moment. En specifiek, er zijn een aantal mensen in de hip-hop arena die extra bijzonder zijn, weet je wel. En daar is Rakim er één van. Dus en dat Joris die foto heeft gemaakt, is gewoon een mooi moment. En dat is denk ik wat een fotograaf moet doen, om even naar de kunst van fotografie over te stappen. Zoals ik mensen wil roeren en bewegen en inspireren met muziek en met tekst, zo wil een fotograaf dat met beeld en de compositie van een beeld. En dat shot is gewoon heel mooi. Gewoon een recht shot. Ik zit te praten, waar Kim luistert en de kleursetting en heel vet. Het is bijna een gestaged
shot. Het is bijna alsof het geproduceerd is of zo. Terwijl dat is het helemaal niet. Het was een spontane kiekje. En dat heeft hij goed gedaan, die jongens komen. You know, big up, man. Brain power, man, and keep on representing, man, and it just feel, you know, good to be a part of, you know, the artists that inspires other artists to do what they do, man. It's a blessing.